Stop that train, I'm leaving. Stop that train, I'm leaving. Pack my bags, ready to go. Now I scream as I run to the door. Stop that train, I'm leaving. Stop that train. Ik ben hier voor Pop Plaza in Bezel. Nu vragen jullie af, Bezel, wat doet Paul daar? Maar ik ben hier op bezoek bij Sjaak Korsten en jij kan mij vertellen waarom we hier in Bezel zijn en wat de link is met Pelemaas. Ja, de enige link is eigenlijk dat ik geboren ben in Egchel. Dus ja, en daarna nog een aantal jaren in Helden gewoond heb natuurlijk. Dus, ja. Ja, nou, je bent de drummer van Ragtime Rumors. Ja. Het zit natuurlijk al in de band wat voor muziek jullie spelen, maar leg eens uit, wat voor muziek maak je? Ragtime is het, zeg maar het begin van de bluesmuziek. Dat behelst de periode van 1890 tot 1920 zo'n beetje. Dat is pianomuziek, gespeeld meestal door donkere mensen. Mm-hmm. Dat is dus het begin van de bluesmuziek. Die hebben wij genomen, die muziek, omdat wij met een aantal mensen van deze band, wij speelden in bluesbands. Tom, onze gitarist, zanger, die zette een advertentie op Facebook van wie is er geïnteresseerd om een ragtime band te beginnen. Nou, ik dacht, ja, lijkt me leuk. Dus ik had erop gereageerd, nog op andere mensen. En dat was het begin, eigenlijk een jaar of 4 geleden, denk ik. Ja, toen waren jullie eigenlijk met z'n tweeën en toen zijn er nog een aantal mensen bijgekomen. Die zijn door verschillende omstandigheden later weer gestopt. Toen kwam Timo Gijzen erbij en Nieke van der Schuren, onze bassiste. Mm-hmm. Dat was het begin eigenlijk van de Ragtime Rumors. Ja. Ja. Ten times, don't even know what I say. Hats I win till she lose, that's the game I play. People never get sick of an all-you-can-eat buffet until they get home and see just how much they weigh. Maar ik moet er wel bij zeggen, het was niet alleen ragtime muziek, maar die werd gecombineerd met bluesmuziek en met gypsy jazz en ook met rock and roll ook, dus ja, want het is af en toe nogal heftig. Ja, en jullie zijn ook allemaal multi-instrumentalisten. Ja, zoals dat behalve ik. Ja, ik speel wel een beetje wasbord en een beetje kazoo, maar voor de rest alleen drummer. Maar heel veel mensen in jullie band die spelen meerdere instrumenten. Ja, ja. Timo speelt gitaar, contrabas, accordeon en piano. Tom speelt banjo en gitaar. Niki, die er eerst bij was, want dat moet ik zo nog vertellen, die speelde saxofoon, dwarsfluit en contrabas. En die speelde ook heel goed drums, maar ja, dat ga ik natuurlijk niet afgeven. Dat ga je natuurlijk niet, want jij bent niet de mono-instrumentalist. Nee, pas op, hè. Nee, ik ben de drummer. En jullie zingen ook allemaal, hè? Ja. Eigenlijk heel vaak van die koortjes met z'n allen. Ja, dat is wel een van onze dingen, ja. En nu zijn jullie ook behoorlijk bekend geworden in het buitenland, al in het begin van jullie carrière. Ja, dat kwam omdat wij deden mee aan de Dutch Blues Challenge. Die hebben we toen gewonnen. Toen mochten we Nederland vertegenwoordigen in Memphis in Amerika. Daar zijn we toen geweest 10 dagen. Daar hebben we toen meegedaan, daar hebben we de kwartfinale gehaald. Daarbij kwam nog dat je aan de European Blues Challenge mee mag doen. Dat was dit jaar, dat was toen, 2018 was dat in Noorwegen. En tot onze verrassing, hebben we die gewonnen. Ja. En toen ging het in één keer... Ja, want dan word je ineens overal gevraagd. Ja, dan vlieg je echt door heel Europa om overal te spelen op de meest waanzinnige plekken. En wat is dan de mooiste ervaring die je daaruit op kunt diepen? Nou, Ronda-Ribia in Spanje, Noord-Spanje, Noordwest-Spanje. Mm-hmm. Ja, daar speel je voor 10.000 man en dat is aan zee. Ja. Een hele grote tent, dus het was helemaal open, hartstikke warm. Weet je wel. Even mijn ogen dicht. Ja, dat was echt helemaal te gek. En dat was het laatste optreden van onze tour die we toen deden. Toen hadden we al door heel Europa gespeeld, maar dat was het laatste optreden. Mm-hmm. En dat was echt fantastisch. Ja. Zoals de mensen daar tekeer gaan. Ja, dat is toch anders. De Spanjaarden zijn wat uitgelaten. Expressiever, zeg maar. Ja, hoe is het dan hier? Hier krijg je toch vaak te maken, zeker in Limburg, met festivals waar mensen toch wat biertjes nodig hebben om los te komen. Ja, die zijn wat behoudender, maar maar dat valt met onze muziek ook wel mee. Kijk, omdat wij nogal... We hebben altijd lol op het podium. Dat is niet gespeeld, dat gaat vanzelf. Ja, zeker. Wij zijn zo'n hekte club. Ook na de jaren natuurlijk, als je door heel Europa reist, dan zit je 24 uur per dag met elkaar op de lip. Dus dan, dat is net een huwelijk. Dus dan, soms gaat het ook wel een fout op. Maar dan moet je dus wel zorgen dat het leuk blijft. En we hebben altijd lol samen, maken altijd plezier. En dat straalt ook uit op het podium. Tenminste, dat wordt ons altijd verteld. Ja. En dat werkt. Ja, inderdaad, en die werkt natuurlijk aanstekelijk. Ja, dat werkt aanstekelijk. Dat merkte ik aan mezelf ook, want ik kon niet echt stilzitten toen jullie aan het luisteren was. Ja. Ja. Hoe is dat nu? Want we zitten nu in de coronaperiode, nog steeds helaas. We zijn even geweest, maar dat is ook uur geweest. Dit weekend mogen we toevallig weer 2 keer spelen. En dan zijn er wel een aantal dingen te komen in het buitenland. Vorige week spelen we in de buurt van Brussel. Ja. Maar dat wordt nu alweer onzeker. Daar krijgen we woensdagavond weer pas te horen of het inderdaad wel doorgaat. We zijn een enorm risicogebied hier. Dus dat is een groot nadeel. Dus dat wil zeggen dat wij in dat jaar hebben wij allerlei bijbaantjes moeten nemen om toch het hoofd boven water te houden. Want jullie zijn ook echt een bedrijf eigenlijk. We zijn een bedrijf, ja. Dat lijkt me heel erg zwaar, maar jullie hebben niet stilgezeten, denk ik, hè? Nee. We hebben gerepeteerd, een aantal nieuwe nummers weer geschreven. Er staat alweer een nieuwe plaat op stapel, dus dat gaat gewoon door, hè? Ja. Dat is mooi, ja. Hey, ontzettend leuk en heel fijn om toch een beetje in het vooruitzicht te hebben dat we langzaam weer open gaan mogen. Ja, nou ik hoop nu, ik weet niet precies wanneer dit wordt uitgezonden, maar ik hoop dat het binnenkort weer allemaal mag en dat we weer kunnen. En dan gaan jullie weer op tour met een nieuwe bassist, want daar bassist... Niki die heeft een time-out genomen. Die zag het even helemaal niet meer zitten met de muziek. En hebben wij Judith Renkema gevonden, uit Tilburg komt ze, om voor haar de bas over te nemen. En dit weekend gaan we daar voor de eerste keer mee spelen, dus dat is wel spannend. Ja, dat is geen kleine meid. Ze is wel klein. Ja, ze is wel klein. Maar ze is wel heel groot op de bas. Ja, zeker. Ja, toevallig hebben wij... Een paar weken geleden speelden wij de Sodom Blues Night in Heerlen, die bestond 25 jaar en daar mochten wij toen spelen. Daarbij waren nog twee andere bands uit Limburg waren daar genodigd om daar ook te spelen. Dat waren toevallig alle 3 genomineerden voor de Best Dutch Blues CD van afgelopen jaar. En tot onze grote verwarring, want wij spelen niet echt de blues, hebben wij die CD Award ook nog gewonnen afgelopen jaar. Dus dat was natuurlijk wel, met dat afgelopen jaar wat eigenlijk niet zo heel rooskleurig was. Was dat een bonusje. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja. En mooi. Ja. Wie is eigenlijk het mastermind bij jullie? Of doen jullie alles? We doen alles samen. Ja. Tom die schrijft meestal de teksten en ook een beetje de begindingen van de muziek. En dan gaan we bij elkaar zitten in de studio van Timo en dan gaan we gewoon samen die nummers schrijven. Mooi. Ja. En soms is het heel snel af en soms gaan er maanden overheen. Dus, En welke tip zou jij als ervaren muzikant aan de jonge muzikanten in de verschillende scenes willen zeggen? Ga door met wat je graag wil doen. Ja. Dat is eigenlijk, en dat geldt niet alleen voor muziek natuurlijk. Ja. Geen muziek maken waar je niet achter staat, maar niet doen. Veel oplevert. Maar... Nee, niet doen. Als je daar echt je hart en je ziel in kunt leggen, dan kom je er wel. Wat je net zei bij jullie optredens, dat enthousiasme van de band en dat jullie het echt allemaal leuk vinden. Ja. Zeker. Wanneer kunnen we jullie weer aanschouwen of is dat nog allemaal onduidelijk? Tot oktober staat er weer ieder weekend in ieder geval iets. Dus ik zou zeggen, kijk onze website of ons Facebook, Instagram, staat alles op. En Ragtime Rumors, nogmaals. En mochten jullie iets willen hebben uit de webshop, daar staat van alles. Maar je kunt van alles bestellen. Super. Ja. Hey, hartelijk dank Sjaak voor de gastvrijheid hier. Heerlijke koffie gehad, leuk gesprek met jou. Goed zo. En heel veel succes met de Ragtime Rumors de komende tijd. Dank jullie wel. Yes. Oké, bye bye.